Welkom terug. In het tweede panelgesprek voor de avond zit ik met Kelly Somodipuro, hoofdafdeling kassierderij van de Centrale Bank van Suriname. En Lucien Neyman, stafmedewerker, directoraat bankbedrijf en bankaire zaken. U kunt dit gesprek volgen hier op de beurs, live. Of ook in uw huiskamer of thuis, anywhere, omdat we live zijn op YouTube en social media. Ook op de social media, de Facebookpagina van de Centrale Bank van Suriname. Meneer Neyman, we kennen u als basketballer, maar het schijnt dat u ook andere dingen doet behalve basketballen. Stafmedewerker, directoraat, bankbedrijf en bankaire zaken. Kunt u meer vertellen over uw achtergrond? Nou, ik ben 29 jaar terug bij de bank begonnen. Heb diverse afdelingen doorlopen. En tot laatst nog was ik hoofd binnenland. En nu stafmedewerker, directoraat, bankbedrijf. Wat doet uw directoraat? Het directoraat bankbedrijf is de plaats waar de meeste operationele werkzaamheden van de bank plaatsvinden. Dan praten we over afdeling buitenland, afdeling kassierderij en afdeling binnenland. Afdeling binnenland is belast met het doen van de binnenlandse betalingen, dus die onderhoudt het binnenlands giraal betaalverkeer. Kassierderij, daar zijn de contante betalingen, daar gaan we het vandaag natuurlijk ook over hebben, dat is bankpapier en contante betalingen. En afdeling buitenland is de afdeling waar de vreemde valuta overmakingen, CQ betalingen plaatsvinden. Meneer Somodipuro, kunt u het meer vertellen over misschien een beetje uw loopbaan, maar en vooral ook waarin ik zeer geïnteresseerd was en de rest van de uw collega's konden me niet vertellen, wat is die kluis precies, hoe kom je daar, kunnen we een keer een rondleiding krijgen, dat geld zien, goud zien, aanraken, want u kunt me niet zeggen dat u nu weet waar het is. Laat me alvast beginnen met het aantal dienstjaren dat ik heb. Ik ben ongeveer 25 jaar in dienst van de bank. Ik heb gezeten eerst op het toezicht, kredietwezen, en daarna ben ik overgestapt naar de afdeling kassierderij. De kluizen van de bank, ja, die zijn er. De exacte locatie, dat kan ik jammer genoeg niet met je delen, omdat dat toch wel gevoelig ligt en niet zomaar, we het niet zomaar prijsgeven. Maar we vinden het wel, we kunnen je wel graag een rondleiding geven binnen de afdeling kassierderij. Dat je een beetje een idee krijgt van hoe het reilt en zeilt daar op de afdeling. Dus de kluis is niet gewoon achter bij de kassa? Het is binnen de bank. Nou, we praten over geldcirculatie. Ik ga even direct naar een vraag van een van de mensen die hier op de beurs was. Een van de beursbezoekers die we gehad hebben. En die vroeg, volgens mij nog oud geld. Toen die 3-0 nog niet er vanaf waren. Ik weet niet of het Anton de Kom is of welke het was. Kan hij dat nog komen inruilen? Oud geld, het geld dat voor die SRD's er was, die mag natuurlijk nog ingeruild worden. Er is een periode van een x aantal jaren, en dat is, als ik het goed heb, 30 jaar, dat hij nog inwisselbaar is bij de bank. Men moet wel rekening houden dat je die 3-0 moet weghalen. Dus denk niet dat je komt met 10.000 en je gaat met 10.000 weg. Nee, je gaat met 10 SRD minus kosten weg. En dat kan gewoon bij de kassa? Ja. Nou, niet direct. Omdat de inwisselperiode in principe al verstreken is, is er een bepaalde periode aan verbonden. Je gaat eerst naar afdeling binnenland. Die neemt de oude SF-biljetten in. En bereken de tegenwaarde minus kosten die je vergoed krijgt. En er gaat een periode van ongeveer
Het hangt er natuurlijk vanaf. Sommige worden gelijk gedaan als het niet veel is. Maar over het algemeen dan kan je na 3 weken terugkomen voor jouw geld. Uw afdeling is dus ook belast dus met de geldcirculatie. Wat is geldcirculatie? Geldcirculatie. Oké, laat me het even verduidelijken. Dan praten we over het kartaal gedeelte. Dat zijn de bankbiljetten, munten en muntbiljetten. Geldcirculatie, dat is wanneer de bankbiljetten het kartaal in omloop brengt. Hoofdzakelijk worden de bankbiljetten, het kartaalgeld, via de handelsbanken, dus de algemene banken, in circulatie gebracht. En voor een relatief klein deel via enkele overheidsinstellingen. Dan denken we aan bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken. Dus wanneer de banken behoefte hebben aan bankbiljetten, dan lichten ze deze van hun rekening bij de centrale bank. Deze geven ze dan via hun kassa's en geld automatisch uit. Zo komen de bankbiljetten dan bij de samenleving terecht, waardoor de samenleving deze dan besteedt in winkels, onder de markt, voor onderlinge transacties. En daar, zo blijven de biljetten dan een hele tijd circuleren binnen de samenleving. Op een gegeven moment, natuurlijk, de winkeliers zitten dan met overschot aan bankbiljetten. Op den duur brengen ze dan deze terug naar de algemene banken. Ook de banken, op een gegeven moment, kunnen dan met een overschot zitten aan bankbiljetten. Het overtollig contant geld brengen ze dan terug naar de centrale bank en storten dit op hun bankrekening. Er schijnt ook een tekort, behalve overschot aan bankbiljetten, maar een tekort aan munten te zijn. Wat doet de centrale bank om dat tekort op te heffen? Hebben jullie daar zicht op? Zijn jullie daar verantwoordelijk voor? Het is goed om even aan te geven hoe de wettelijke bevoegdheden zijn geregeld. Voor de uitgifte van bankbiljetten, daar is de centrale bank verantwoordelijk voor. Dat is ook vastgelegd in artikel 11 van de bankwet. De centrale bank heeft eigenlijk alleen recht om SRD-bankbiljetten in omloop te brengen. Terwijl in de muntwet geregeld is dat het ministerie van Financiën de autoriteit is die de bevoegdheid beschikt om munten en muntbiljetten aan te maken. Dus er is toch wel degelijk een verschil in de bevoegdheden. De centrale bank brengt namens de minister van Financiën dan de munten in omloop. De vraag van, er is een tekort aan munten. Daadwerkelijk is er een grote vraag aan munten. Maar in principe is er niet echt een tekort in de samenleving. Maar het probleem is, die munten circuleren onvoldoende. Dus waardoor er een constante vraag is naar nieuwe munten. Het is algemeen zo dat de meeste mensen, de consumenten, de huishoudens, munten lastig vinden vanwege het gewicht en de lage nominale waarde. Willen ze het niet graag in hun portemonnee houden en potten het ergens op in hun huis, in lades, flessen. De spaarpotten beginnen precies, te verbieden. Precies, ze sparen het of ja, voor misschien een beetje ja, tijden van nood om het dan weer te gebruiken. Maar in principe moeten deze munten blijven rolleren, circuleren. Want anders krijg je dan een constante vraag naar nieuwe munten. Waardoor de staat telkens nieuwe munten moet bestellen. Wat toch wel een zeer kostbare zaak is. En we horen steeds weer dat er geld. Nou, er wordt geld aangevoerd. Nieuw SRD-geld. Soms wanneer je geld uit die machine haalt, uit die ATM, je smeramonie, het is nieuw. Is het dat er gewoon een extra geld bijgedrukt wordt? Of is het dat er een periode is waarbij jullie zeggen van luister, dit geld is niet goed meer. Of na 8 maanden, 10 maanden, jaar dat je een deel uit de circulatie haalt en nieuwe brengt. En waarom doen jullie dat?
Laat me die vraag zo beantwoorden. Geld circuleert, zoals mijn collega dat heeft aangegeven. En in die circulatie heb je ook slijtage dat aantreedt. Bankbiljetten worden nat, bankbiljetten raken vervuild. Ja, en dan is het zo dat men het meestal ook niet meer wil. Wanneer bankbiljetten worden teruggestuurd naar de bank door de handelsbanken, dan is het de rol van afdeling kassiederij om over te gaan tot het sorteren van die biljetten. Ja? En dan worden de oudere bankbiljetten eruit gehaald, dus die niet meer voor circulatie goed zijn. Die worden eruit gehaald. En natuurlijk, als je eruit haalt, kan het zijn dat bij een nieuwe aanvraag het nieuwe biljetten gaat. Dus het is niet een kwestie van drukken, het is meestal een kwestie van vervangen. Ja, dus ik wil heel duidelijk zijn daarop. Verdergaand op die vraag wil ik stellen dat het automatisch is dat je op gezette tijden nieuwe bankbiljetten moet bestellen. Je moet als uitgever van bankbiljetten, en dat recht is alleen aan de centrale bank voorbehouden, je moet als uitgever van bankbiljetten altijd een voorraad hebben. Een gezonde voorraad ter vervanging van anderen. Maar misschien ook gewoon als er ineens een verhoogde vraag is naar bankbiljetten. Dan moet je daarin kunnen voorzien. Vandaar dat op gezette tijden de centrale bank inderdaad overgaat tot het in omloop brengen van nieuw gedrukte bankbiljetten. Laat me het zo stellen. Hoe lang kan je een bankbiljet gemiddeld blijft in de omloop? Hoe lang een... Wat is een levensduur? Het verschilt per coupure, dus denominatie. Natuurlijk hebben de lagere denominaties, dus de bankbiljetten met een lagere waarde, een kortere levensduur. Omdat die in principe niet van hand tot hand gaan en men behandelt de biljetten niet zo voorzichtig als de biljetten met een hogere waarde. Je moet kijk, even als je in de markt rondloopt, als je kijkt wanneer men betalingen verricht, wanneer de venters die kleine biljetten ontvangen, stoppen ze het meestal gewoon in een zak of snel, ergens onder. Maar wanneer ze een biljet van 100 zouden ontvangen, dan wordt het wel netjes ergens geborgen in een portemonnee. Dus vandaar dat die dan een iets langere levensduur hebben dan de lagere coupures. Wat ik vaak heb is dat je soms als je een versleten biljet hebt, dat de man aan tikking en dan vraag je soms af van luister, maar het ding is versleten, liever geef ik je dat erbij, zeker dat aan een nep wang, want die neppen zijn juist nieuw. wat is het probleem waarom men iets een beetje versleten biljet of dat ding heeft een kleine scheur, maar is dat nou aan dat golo, waarom dat een SRD, dat men het toch niet neemt en wat zijn de gevaren, wat zijn de problemen? Ik denk dat het gewoon iets van de personen zelf is. Omdat elk biljet dat is uitgegeven door de bank teruggebracht kan worden naar de bank. En je krijgt er een nieuwe voor. Natuurlijk zal je gewoon niet voor één biljet gaan. Maar het is zo dat die samenleving moet weten dat je het gewoon kan accepteren. En gewoon ermee betalingen kan doen. En bij het afstorten bij de bank, dan zal de opschoning plaatsvinden. Dus men kan het gewoon accepteren. Nou, even teruggaan op, en, u zei net, en, we hebben een gezonde voorraad, dus er is nogal wat geld dat jullie in voorraad houden. Hoeveel bestellen jullie normaal? Hoeveel SRD's komt er binnen als jullie een sending en SRD's bestellen? Oké. We verstrekken geen specifieke informatie omtrent de bestelde hoeveelheden. Maar ik kan je bijvoorbeeld een indicatie geven van dat we jaarlijks uit circulatie halen, dus opschonen, ongeveer gemiddeld 8 miljoen bankbiljetten stuks. Dus daar heb je ongeveer een idee. En in circulatie zijn er ongeveer 36 miljoen stuks bankbiljetten. Dus voor alle denominaties totaal. Ik wil toch eraan toevoegen hoor, want de manier hoe die vraag gesteld is van hoeveel geld hebben jullie in de kluis.
Je moet weten dat wanneer nieuwe biljetten besteld zijn en zijn aangevoerd, dat het nog niet de rol van geld vervult. Hij wordt door de bank ontvangen als bedrukt papier. Ja, zo gaat hij in de kluis van de bank. En naar behoefte wordt er gelicht uit de kluis. Niet zonder meer, omdat er toestemming is van de kluisbeheerder. Dat is meestal de directeur bankbedrijf. Als die de goedkeuring heeft gegeven, dan zal het hoofd van Casiederij, in dit geval mijn collega hier, een verzoek doen aan de waarnemend kluisbeheerders om een lichting te doen. En die lichting vindt plaats bij aanwezigheid van 3 functionarissen. En ik kan ook aangeven hoe het is. Alleen om te clearen dat je niet gewoon naar de kluis gaat en je pakt. Het zijn 3 functionarissen. Een kluisbeheerder, het hoofdkassierderij en een kluisfunctionaris. De kluisbeheerder die is daar om de hoofdkluisbeheerder, in dit geval de directeur bankbedrijf, om die te vertegenwoordigen. Hoofdkassierderij of zijn waarnemer, die is er ook bij. En je hebt een kluisfunctionaris, die is de persoon die de governor, de president van de bank vertegenwoordigt. Dus je merkt, het is niet gewoon dat hij kan gaan en hij pakt. Nee. Ja, er wordt een aanvraag gedaan, die behoefte is aangegeven. Ja, een aanvraag. En dan gaat hij intern zo'n aanvraag verwerken. En pas wanneer de biljetten gelicht zijn uit de kluis door de functionarissen, dan praten we over geld. Geldcreatie. Dus dan ga je over tot het creëren van dat geld. Dat nu het geld dat uit circulatie is gehaald, moet gaan vervangen. Okay. Dat is duidelijk. 8 miljoen stuks biljetten. Dat zal toch wel wat geld kosten. Wat kost het, het drukken van geld? Ja. Als we naar die 8 miljoen kijken ongeveer, wat kan het kosten ongeveer om zo'n groot aantal te bestellen of aan te schaffen? Het kost toch wel wat, maar dit soort informatie verstrekken we ook niet. We zijn ook gebonden aan een non-disclosure agreement met de bankbiljettendrukker, dus we kunnen je niet exact aangeven van wat het kost, maar natuurlijk, bankbiljetten laten drukken kost wat. En met welk bedrijf hebben jullie die non-disclosure agreement? Met een Duits bedrijf, dat is Giesecke & Different. Dat is onze bankbiljettendrukker. Die zijn gevestigd in Duitsland. Dit bedrijf print ook enkele euro-bankbiljetten in verschillende denominaties voor de Europese Centrale Bank. Nou, een beetje nieuwsgierigheid hoor. Dan hebben jullie sowieso al wel zicht van als er nieuwe ontwerpen zijn en ideeën voor bankbiljetten, zijn er nieuwe opkomst? Voor zover mij bekend niet. Wij doen er alles aan om in elk geval een zodanig beleid te voeren dat het niet nodig moet zijn om dit geld dat nu circuleert te vervangen. Nou. Iets wat ik ook opmerk is dat er bij de bankbiljetten dat er steeds een... er is al eentje circulatie, al een hele lange tijd. En dan hoor je plotseling, ja wacht, er zijn nog wat nieuwe echtheidskenmerken die de centrale bank uitgeeft. Vanwaar al die geheimzinnigheid? Kunnen we niet gewoon vanaf het begin weten wat al die kenmerken zijn die jullie hebben ingebouwd? Misschien een beetje een domme vraag, maar toch wil ik het van jullie horen. Oké. De laatste keer dat er upgrade, als ik het zo mag noemen, heeft plaatsgevonden van echtheidskenmerken, dat is in 2010. Maar dat vindt ook niet zomaar plaats. Natuurlijk is er een bepaalde trend waarbij de bank eigenlijk voor alle algemene banken de onderschepte valse biljetten terugkrijgt. Wij analyseren dat en als we een bepaalde trend merken waarbij de biljetten toch wel een beetje vervalst worden, waarbij de samenleving misleid wordt, dan is het dan tijd voor de bank om toch wel een upgrade te plegen op de biljetten, zodat
de mensen niet meer de valse biljetten accepteren zomaar. Dus er zit toch wel een gedachte achter. Het gebeurt niet zomaar dat er extra echtheidskenmerken worden geplaatst, maar het is meer om de samenleving te beschermen tegen financiële schade, onnodige financiële schade, om het zo te zeggen. Dus die echtheidskenmerken die dan erbij komen, is in het nieuw geld dat erbij gedrukt wordt, of zijn er ook kenmerken die jullie niet prijsgeven en dat achteraf erbij komt? Want indien er problemen zich voordoen? Natuurlijk zijn er kenmerken die men onderverdeelt in eigenlijk diverse levels. Ik kan zeggen 3 levels, dat heb je bij elke bankbiljet. Level 1, dat is meer, zijn meer de kenmerken die gebaseerd zijn op de kijk, voel en kantelmethode. Dus dat is meer, zijn meer kenmerken die het publiek makkelijk kan herkennen door zonder hulpmiddelen aan te pas te brengen. Dan heb je die level 2 echtheidskenmerken. Dat zijn dan kenmerken waarbij je met behulp van hulpmiddelen die kenmerken kan waarnemen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een UV-lamp. Als je dat in het donker over een biljet zou laten schijnen, dan zie je die UV-blokken en fosforescent stripe op de biljetten. Dus dat zijn dan de level 2 biljetten, kenmerken. En dan heb je nog de level 3. Die zijn uitsluitend voor de uitgevende centrale bank. Zij alleen zijn bekend met wat die echtheidskenmerken zijn. Want natuurlijk moet de centrale bank uiteindelijk kunnen uitmaken als een biljet nog vals is of echt. En die kenmerken zijn dan uitsluitend bekend bij de centrale bank. Ik wil toch nog niet dat ik het wil gaan proberen hoor, maar waarom is het zo moeilijk om een goede vervalst biljet te maken? Hij heeft het net heel goed uitgelegd. De bedoeling is dat de uitgever van het geld het zo moeilijk mogelijk moet maken. Valsmunters zijn natuurlijk geen domme jongens, het zijn snuggere jongens en ze doen hun onderzoek ook. En zij dwingen eigenlijk de uitgevers van geld, in deze de Centrale Bank van Suriname, om steeds nieuwere features in de bankbiljetten te zetten. Ja, omdat ze inderdaad proberen die na te maken. Ja, ook ons geld. Ook de dollar probeert men na te maken, ook de euro. Ja? Waardoor je gedwongen bent om steeds weer nieuwe features, nieuwe echtheidskenmerken, moeilijkere echtheidskenmerken te plaatsen in die bankbiljetten. Dat maakt het natuurlijk moeilijk, maar de valsmunters die hebben niets te doen, ze zitten de hele dag te proberen. Dus dat is hun vak. Maar die derde level van, ja, dat vormt het grootste probleem denk ik. Maar goed, dus we zijn veilig, redelijk veilig tegen valsmunters. Nou, dank u wel. Veel meer te weten gekomen over geldcirculatie. Alleen weten we nog niet waar die kluis is, hoe je daar komt. Hopelijk komen we het nog te weten. We zijn er voor de rest van de beurs zijn we er elke dag. U heeft vandaag gehoord, we hebben gesproken over, ja, zoals ik eerder zei, financiële stabiliteit, financial stability was het eerste onderwerp vandaag. En daarna geldcirculatie, waar er heel veel aandacht voor is. Ik moet u bedanken en ik nodig u uit om morgen weer te kijken naar Dime Network Business Channel.